Ik ga je een leuk effect laten zien met de Green Glass Gel Polish. Kijk je mee? Ik heb alvast een laagje Green Glass aangebracht. En met de Widest White Gel Polish en met mijn Detailer 3 ga ik krullen aanbrengen. Ik heb hem niet uitgehard, zodat mijn Widest White gaat lopen. Dan krijg ik een wat bredere ondergrond en dat geeft straks een leuk effect als het design klaar is. De krullen hoeven nu nog helemaal niet zo strak, dat komt later wel. Dit gaat 30 seconden in de lamp. Nu ga ik een tweede laag Green Glass aanbrengen. Omdat ik de eerste laag met krullen wat breder heb aangebracht, krijg je straks met de tweede laag een leuk effect daarin. Ook dit gaat weer 30 seconden in de lamp. De tweede laag is uitgehard. Nu ga ik weer een laagje met krullen aanbrengen. Ik ga het weer met de gel polish doen, maar nu gebruik ik Katharina's penseel, zodat ik wat dunnere krullen aan kan brengen. Je ziet nu dat het design meer diepte gaat krijgen. En ook deze laag gaat weer 30 seconden in de lamp. Ik ga nog een laagje Green Glass aanbrengen. Je zou verwachten dat het eindresultaat straks heel dik gaat worden, maar dat valt wel mee, want ik breng dunne lagen aan. Goed uitlakken. En je raadt het al, hij gaat weer in de lamp. De gel is uitgehard en nu ga ik mijn laatste krullen aanbrengen. Ik ga nu mijn laatste krullen aanbrengen en dit doe ik met een mix van liner gel en Cerisa Sweeties. En je ziet dat je nu een heel leuk effect krijgt door die meerdere lagen die je hebt aangebracht. Ik volg een beetje het patroon wat ik al heb gemaakt, maar het is ook wel leuk om daar een beetje van af te wijken. Dit gaat 30 seconden in de lamp. Een steentje erbij maakt het design natuurlijk helemaal af. Ik gebruik hiervoor mijn gemstone gel en mijn rhinestone picker. Ik lak het design af met Extrema Top Gel. Door de verschillende lagen die ik heb gebruikt, zie je de diepte in de krullen. Dit design heb ik dus afgelakt met de Extrema, maar het is ook heel leuk om glanzend af te lakken. Veel plezier met dit design!